Welkom bij de Severinus. De afdeling Jobcoach zorgt voor werkplekken voor cliënten buiten de normale dagbesteding, in reguliere bedrijven binnen en in de omgeving van Veldhoven. Als een cliënt hulp nodig heeft bij het zoeken van een werkplek, kan deze naar de Jobcoach worden gestuurd. Eerst voeren we een gesprek met de cliënt en eventueel zorgcoördinator of ouders om te kijken wat zijn of haar verwachtingen zijn. Dan volgt er een intakegesprek om zo een vertrouwensband op te bouwen en een arbeidsinteressetest te doen. De arbeidsinteressetest wordt op de computer afgenomen en deze test kan de cliënt zelfstandig maken. Mocht de cliënt toch hulp willen, kan de jobcoach daarbij helpen. Uit de arbeidsinteressetest komen de kwaliteiten en de werkzaamheden die de cliënt leuk vindt om te doen. Later bespreken we de competenties en welke werkplekken er mogelijk zouden kunnen zijn. Om geschikte werkplekken te zoeken, maken wij gebruik van ons netwerk of zoeken we bedrijven via Google. Deze bedrijven benaderen we dan met het voorstel om een werkplek te bieden voor een cliënt. Eerst wordt er een gesprek gevoerd tussen de jobcoach en het bedrijf om uit te leggen wat het inhoudt om een werkplek te bieden aan iemand met een verstandelijke beperking en wat het qua tijd en energie kost voor het bedrijf en welke werkzaamheden er door de cliënt gedaan kunnen worden. De cliënt werkt hier op vrijwillige basis. Voor de cliënt is het dan ook dagbesteding zonder dat er constant een activiteitenbegeleider bij is. In het bedrijf werken ze wel samen met een werkbegeleider en deze houdt ook contact met de jobcoach om de loopbaanontwikkeling in de gaten te houden. De jobcoach zal geregeld langskomen in het bedrijf om te kijken of alles goed verloopt. In het begin begeleidt de jobcoach de cliënt en deze gaat mee op sollicitatiegesprek en zorgt dat de cliënt weet wat hij of zij moet doen op zijn of haar werkplek. Ook zorgt de jobcoach ervoor dat de werkbegeleider gecoacht wordt om zo de cliënt goed te kunnen begeleiden. De jobcoach neemt zo steeds meer afstand en zorgt dat de werkbegeleider en de cliënt steeds meer samenwerken. De werkbegeleider kan altijd contact opnemen met de jobcoach. Cliënten kunnen meerdere werkplekken hebben. Tim werkt bijvoorbeeld in de afwaskeuken van Severinus en daarnaast werkt hij op zaterdag nog bij gasterij Dorpsgenot in het restaurant. In dit geval is er sprake van een win-win situatie. Doordat het bedrijf er meerwaarde aan heeft dat er een cliënt bij hem werkt en dat de cliënt er plezier aan heeft om in het bedrijf te werken. Voor de maatschappelijke onderneming is het soms ook goed voor een bedrijf om mensen met een verstandelijke beperking aan het werk te zetten. Wij vinden het voor cliënten erg belangrijk dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Wij hebben dan ook als motto, je weet nooit wat je kunt totdat je het probeert. Als Severinus vinden wij het belangrijk om een netwerk te hebben. Als bedrijven interesse hebben om cliënten van Severinus vrijwillig in dienst te willen nemen, kunnen ze ons bereiken via www.severinus.nl. Daar vindt u meer informatie over de afdeling Jobcoach en wat u met uw bedrijf kunt betekenen.